Al vanaf de opening in mei vorig jaar is de ruilwinkel een groot succes. Buurtbewoners brengen er spullen die ze niet meer nodig hebben en krijgen daar punten op hun pasje voor terug die ze in de winkel kunnen besteden. De winkel heeft inmiddels 1000 leden. Voormalig directeur van de Hans Petri School, Bert van den Burgt, wilde het concept destijds graag ondersteunen. Hij kreeg er van de gemeente 20.000 euro subsidie voor. Leerlingen van de school zouden in de winkel aan de slag kunnen. Heel in het begin zijn er een aantal geweest. En die hebben dus inderdaad ook het interieur mee helpen opbouwen. En gewoon in de winkel zelf natuurlijk ook meteen de administratie. Het is natuurlijk net waar ze voor geplaatst zijn hier. En we hebben natuurlijk altijd stageplaatsen bij de administratie, in de winkel zelf. Het is natuurlijk heel verschillend eigenlijk. Maar in het begin waren ze er en toen? Ik denk dat ze toen klaar waren met de opleiding. Die zijn gewoon gestopt. Nadat Van den Burgt wethouder werd, wilde de Petrischool het contract met de ruilwinkel ontbinden. De school kan er geen leerlingen inzetten, omdat het geen detailhandelopleiding heeft. De huidige coördinator krijgt inmiddels niet meer betaald voor haar diensten. En de ruilwinkel zit zonder inkomsten. Ja, voor ons wordt het een hele spannende tijd natuurlijk. Wat gaat er gebeuren? Ik bedoel, onze coördinatrice die gaat weg. Eigenlijk is dat voor ons een beetje het kapitein op het schip. Dus we zijn een klein beetje stuurloos op het moment. En verder, ja, wat er gaat gebeuren verder, ik heb geen idee. We weten in ieder geval dat we tot en met 31 december hebben we het pand. Dat sowieso. Dat is ons toegezegd. Maar hoe het verder gaat lopen, dat blijft spannend. Voor ons allemaal. De Petrischool laat weten het een te gevoelig onderwerp te vinden om voor de camera te reageren. Ze is in gesprek met de DWO om te kijken of de welzijnsorganisatie de coördinatie van de ruilwinkel wil overnemen. DWO vindt het nog te vroeg om er iets over te zeggen.